behandel ik 1 subsidiekunst, 2 musea, 3 onze volkscultuur en 4 bibliotheken. 1 subsidiekunst. Kunstsubsidies zijn ingesteld door de NSB. De Nationale Socialisten stelden kunstsubsidies in om kunst onderdanig te maken aan de staat. Kunst is een potentiële verzetsbron. Oplossing, je maakt kunstenaars afhankelijk van subsidie en dan eten ze uit je hand. De grondlegger van de kunstsubsidies, de socialist, Europeaan en NSB'er Tobias Goedewagen, redeneerde aldus. De staatsideologie anno 2020 is de diversiteitscultus, oftewel anti-blank racisme. Blanken deugen niet en dienen te worden teruggedrongen. Kunstenaars, afhankelijk gemaakt van subsidie, lopen als makke schapen mee. Vroeger was kunst de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie. Tegenwoordig is er nog maar 1 criterium, de vraag of er wel voldoende zwarte in zitten. Elk kunstwerk langs de raciale meetlat. Elk subsidievoorstel telt het aantal zwarten. Chinezen of lichtgetintiers zijn van minder belang. Het gaat om zwarten. Te weinig zwarten, geen subsidie. Jammer bijvoorbeeld voor Ton Koopman, een van 's werelds meest gerenommeerde Bach-vertolkers. Nee, zijn barokorkest speelt geen werken van zwarten. Er spelen ook geen zwarten mee. Probleem, zijn orkest heeft geen concreet stappenplan, verwijt de subsidiegever. Daarmee bedoelen de linkse racisten dat er onvoldoende plannen zijn om het aantal blanken te verminderen. Culturele instellingen moeten een nulmeting uitvoeren, dus het aantal blanken in kaart brengen om dan te gaan werken aan het verminderen ervan. Je krijgt pas subsidie als je eerst 3 verklaringen ondertekent, loyaliteitsverklaringen. Alle kunstsubsidieclubs wordt aangeraden een Chief Diversity Officer in te huren, ofwel een politiek commissaris. Kunst is politiek geworden. De voorzitter van de Raad voor Cultuur is een voormalig voorzitter van de PvdA, Marijke van Hees. De voorzitter van de Amsterdamse Kunstraad is een voormalig voorzitter van de Partij van de Arbeid, Felix Rottenberg. Voorzitter, zijn alle kunstenaars laffe meelopers, scheiterige klerken van de staatsideologie, slappe kontkussers van de macht? Je zou het bijna denken, slechts een enkeling, een eenzame enkeling, durft zich uit te spreken. De fluitiste Lucie Horsch, 21 jaar, die de Nederlandse muziekprijs in ontvangst nam van deze cultuurminister. Ze zei toen, als er alleen nog maar diverse kunst mag bestaan, dan is het resultaat juist niet die diversiteit waar zo krampachtig naar wordt gestreefd. Einde citaat. Voor de rest is het stil, alle kunstenaars marcheren eendrachtig mee en toucheren hun 30 zilverlingen. Vraag aan de minister, zou ze willen reageren op de flautisten? Dus dat de diversiteitscultus juist leidt tot culturele kaalslag, tot monotomie. 2, de musea. Ook daar is extreem links aan de macht. Een uitje naar een museum is tegenwoordig een martelgang. Vroeger waren musea voor iedereen, nu slechts voor een klein groepje social justice warriors. Ik ging naar het Scheepvaartmuseum te Amsterdam. Vroeger vierden ze daar de maritieme glorie van ons land. Nu moest ik er leren dat Michiel de Ruiter van zijn voetstuk zou zijn gevallen, iets met slavernij. Er wordt natuurlijk veel opgehitst tegen wat ze noemen witte mannen. Er is natuurlijk ook een tentoonstelling over het klimaat. En natuurlijk ook een tentoonstelling over slavernij, een verplicht nummer. Natuurlijk niet over slavernij door moslims. Dat is taboe voor links. In de Efteling mag de kannibaal niet langer kinderen vermaken, want zwart. Het Witte de Wit kunstcentrum in Rotterdam wil die naam niet meer dragen, want VOC. In het Mauritshuis, 100 meter hier vandaan, wordt het borstbeeld van Maurits verwijderd, want kolonialisme en dan gaan de linkse sneeuwvlokjes huilen. De bloempjes die Afrikaantjes heten, mogen die naam niet meer dragen, racisme. De moorkop deugt ook niet meer. Bij het Gouden Kalf kijken ze vol bewondering naar de Oscars, waar films langs het rassentribunaal gaan. Eerst even de zwarte tellen en daarna pas in productie. Het prachtige museum Onze Lieve Heer op Zolder werd bedreigd in haar subsidie. Waarom? Omdat er te veel blanken werken. Wel geldt uiteraard voor Black Archives, gelinkt aan Kick-Out Zwarte Piet. Als tegen het VOC-café geweld gedreigd wordt, zwijgt deze minister. Ze vindt het wel best. Er komt een andere naam. Het Stedelijk Museum Amsterdam verklaart zich solidair met het racistische en gewelddadige Black Lives Matter. Het heeft een tentoonstelling waarin de terreurgroep RARA wordt verheerlijkt. De nieuwe directeur kondigt nog meer linksactivisme aan. Politiek correcte inteelt. Ik dacht, weet je wat, ik geef me op als lid van de Raad van Toezicht van de Oude Kerk. Ze zochten daar iemand. Ik wist van tevoren dat het zinloos was, want diversiteit, dat betekent alleen toegang voor mensen met de juiste mening. Alleen slaven van de linkse kerk. Ik had me het mailtje kunnen besparen. Onderwerp 3, onze volkscultuur. Felicitaties aan George Soros, Lodewijk Asscher, de VN, de NPO en andere laffe achterbakse cultuurverraders. De oorlog van totalitair links tegen Sinterklaas is uiterst succesvol.
Een eeuwentraditie is nagenoeg vernietigd in een paar jaar tijd. Bijna nergens meer gezellige Sinterklaas-etalages of Sintverlichting. Nergens meer vrolijke pieten. De Sint is verdwenen uit de speelgoedcatalogus. Vrolijke Sinterklaas-intochten zijn vervangen door demonstraties vol politie. Van een kinderfeest naar gewelddadige manifestaties. Treurig. Linksidealisme wint. De oorlog tegen Sinterklaas begint met Lodewijk Asscher, wethouder, die in 2007 eist dat het christelijke kruis verdwijnt van de mijter van Sinterklaas. Dit vanwege moslims. Dat was een van zijn eerste daden. Hij had haast. Cultuurvernietiging staat altijd bovenaan bij socialisten. Daarna wordt het plaatselijke Sinterklaascomité het mes op de keel gezet om Zwarte Piet te vernietigen. En als minister leidt Asscher, die er vandaag niet is, jammer, stiekeme bijeenkomsten op zijn ministerie waar organisaties worden aangezet Zwarte Piet te vernietigen. De laffe en populistische PvdA geeft Sinterklaas een nekschot in de hoop op een paar stemmen uit de Bijlmer. De Sylvana Simonsen, die altijd worden gevolgd door de linksliberale elites, geven aan dat het hun te doen is om de vernietiging van dit oer-Hollandse feest. Het is namelijk white privilege en andere kreten die deze zeurpieten importeren uit Amerika. Op Bonaire, ver verwijderd van de linkse deugers, arriveerde zaterdag Sinterklaas en heel veel zwarte pieten, vertolkt door heel veel zwarte mensen. Heeft de PvdA al afstand genomen van dit racisme? In Venlo wordt gedemonstreerd tegen Grijze Piet. Kick-out Zwarte Piet vindt hij ook racistisch. Bakker Schouten te Amsterdam, die een Zwarte Piet maakt, ziet zijn pand beklad. You're a racist. Een bakker die een taart maakt met Zwarte Piet in Tiel wordt geterroriseerd door idealisten. De minister zwijgt. We horen deze minister wel als Johan Derksen een grap maakt over homo's. Nee, dat kan echt niet. Dan grijpt ze in. Het gaat de zwarte racisten niet om Zwarte Piet. Dat is slechts een kapstok. Het gaat om geld, om macht en wraak op blanken. Etnisch revanchisme. Zwarte Piet is slechts de smoes om autochtone Nederlanders te raken waar het pijn doet. Het gaat om het uitrollen van een anti-blanke racistische agenda. Onze cultuur moet gesloopt worden, onze feestdagen, onze musea, onze kunst, opdat wij makkelijker te vervangen zijn. De lugubere diversiteitsagenda is een voorwaarde voor de omvolkingsagenda. Een volk dat niet meer weet dat het uniek is, is rijp voor de sloop, voor omvolking. Voordat u verder gaat, de heer Van den Bergen heeft een vraag en mevrouw Geluk heeft ook een vraag. De heer Van den Bergen. Ja, voorzitter, ik heb een hele tijd zitten luisteren, maar de heer Bosma maakt het hier wel heel bond. Hij zit mensen verdacht te maken die er niet bij zijn. Hij zit mensen letterlijk uit te schelden. Hij meet met twee maten, want de vrijheid van meningsuiting geldt blijkbaar niet voor mensen die in diverse cultuursector willen. Hij gebruikt het omvolkingswoord, een extreemrechtse term uit de tijd van Nazi-Duitsland. Ik zou hem echt willen vragen om dit soort termen niet te gebruiken en om mensen die hier niet aanwezig zijn om zichzelf te verdedigen ook niet uit te schelden en in een hoek te zetten. Want volgens mij heeft het debat daar niks aan. En is dat ook niet hoe we hier normaal gesproken met elkaar in debat gaan? Nou, het debat heeft heel veel aan mijn bijdrage. U zegt, verdacht maken iemand die niet bij is, zo refereert aan de heer Asscher. Ja, dat is de cultuurwoordvoerder van de Partij van de Arbeid, die jarenlang de debatten doet hier. Die is er vandaag niet. We maken na 4 jaar de balans op van deze minister. Dan denk je, kun je even praten met meneer Asscher? Die is er niet, snap ik. Want aan het eind van de middag wordt hij verhoord door de parlementaire ondervragingscommissie. Dus het is mijn schuld niet dat de cultuurwoordvoerder van de PvdA er niet bij is. Uitschelden, dat heb ik niet gedaan. En als ik het woord omvolking niet mag gebruiken, dat begrijp ik echt niet. Want dat is gewoon wat gebeurt. En dat is wat GroenLinks toejuicht en overal veroorzaakt. Dat is gewoon het vervangen van mensen. Ga eens in de Schilderswijk kijken. Daar wonen vroeger blanke Hagenezen. Die zijn allemaal verdreven. Daar wonen nu moslims. Dat noemen we omvolking. Kun je leuk vinden, kun je niet leuk vinden. Mijn partij vindt dat niet leuk. De heer Van den Bergen. Ja, voorzitter, ik ga er een paar punten uitpakken, want ik kan onmogelijk op alles ingaan. Ik heb jarenlang in de Schilderswijk gewoond, dus ik hoef daar niet te gaan kijken. Ik kom er nog steeds vaak, ik heb er jarenlang gewoond. De heer Bosma heeft het niet alleen over collega Asscher, maar over heel veel andere mensen. Over activisten bijvoorbeeld, die zich voor een diverse Nederland en een diverse cultuursector inzetten. En hij gebruikt daar termen die ik niet ga herhalen, maar ik vind dat wel degelijk uitschelden. En tenslotte, het woord omvolkingstheorie. Ik heb daar vaker al discussies over gehad met een andere collega van u in asiel- en migratiedebatten. En ik vind echt, woorden doen ertoe en dat soort termen moeten we hier niet bezigen. We vieren dit jaar 75 jaar vrijheid. Het is een zeer beladen, historisch zwaar beladen term. En volgens mij heeft u dit ook helemaal niet nodig om hier uw statements en argumenten neer te zetten. Waarom haalt u er nou dit soort historisch beladen termen die veel mensen pijn doen, waarom haalt u die erbij? Voorzitter, ja, als we het hebben over het nazi-gedachtegoed, moeten we praten over kunstsubsidies. Want ja, ik heb van het weekend nog even de biografie gelezen van de grondlegger van de kunstsubsidies in Nederland. Toby Goedewagen, een Hagenees, een socialist, een Europeaan, een NSB'er. Aan hem hebben we de kunstsubsidies te danken. Dus volgens mij, als je het dan hebt over ideeën van de nazi's, dan moet je consequent zijn. En dan moet je niet zeggen, het ene woord mag je niet gebruiken.
gebruiken, het andere woord mag je wel gebruiken. Of we zijn tegen het hele spectrum van het nationale socialisme, of we gaan er een soort kleine selectie van maken. Het is of het een of het ander. Dus of dan praten we ook niet meer over kunstsubsidies, want dat maakt ook onderdeel uit van het gedachtegoed van de nationale socialisten. Mevrouw Geluk-Bordvliet. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik zou meneer Bosma willen vragen of hij in het Mauritshuis geweest is. Ja, ik kom met erg veel plezier. Ik verstond het niet. Niet kwalijk. Ik kom er met erg veel plezier. Maar hoe komt u er dan bij dat daar, om zo'n eenzijdig verhaal op te hangen, want juist in het Mauritshuis wordt het verhaal van alle kanten verteld. Nou, het Mauritshuis... Over de slavernij ook. Excuses. Kijk, het enige wat ik zeg over het Mauritshuis is dat daar dus het borstbeeld van Maurits verwijderd is. En dat mocht daar niet meer getoond worden, want Maurits was met de terugwerkende kracht ook verdacht of VOC of kolonialisme. En dat is precies wat er gebeurt. Dat is dus wat je dus over de hele wereld ziet, het vernietigen, verwijderen van standbeelden. En daar zie je dit voorbeeld van in het Mauritshuis. Meneer Bosma, dat was het verhaal helemaal niet achter het verwijderen van het borstbeeld, want ik ben er zelf geweest. Ik ben ermee in gesprek gegaan en net zoals in alle musea verander je zo af en toe de collecties. En dat borstbeeld, dat was gewoon niet iets waarvan je nou zegt, nou dat is nou echt iets wat moet blijven. Maar ze hebben daar tegenover, hebben ze helemaal een kamer ingericht die het hele verhaal vertelt. En ik vind het jammer, omdat toch het Mauritshuis is toch een parel in onze museum... wereld, dat het op deze manier weggezet wordt alsof het racistisch is of zo. Dat vind ik erg jammer. De heer Bosma? Ja, dat vind ik ook. Maar ja, mevrouw Geluk is een van mijn allerfavorietste collega's, dat weet ze. Maar ze laat zich wel eens op de mouw spelden. Er wordt natuurlijk altijd gedaan, er wordt natuurlijk altijd ontkend hoe het echt zit. En de politiek correcte motivatie daarachter wordt natuurlijk zoveel mogelijk altijd verdoezeld. Maar Maurits werd wel degelijk daar verwijderd om redenen van politiek correctheid. Omdat die VOC, et cetera, kolonialisme, dat is de ware reden. En ja, dat ook in het Mauritshuis nu weer, zoals in elk museum tegenwoordig, allemaal linkse clichés over de slavernij worden gebezigd, pleit niet voor het Mauritshuis. Ik was in de Oude Kerk, daar is bijvoorbeeld een monument voor een Nederlander die gevochten heeft tegen de slavernij van moslims. Denkt u nou echt dat ze op dat soort plekken dat laten zien? Nee, natuurlijk niet, want dat is de slavernij waar ze nooit in geïnteresseerd zijn. De linkse die overal de macht hebben, zijn maar geïnteresseerd in één soort slavernij. En die hebben onze musea in handen en dat is wat er aan de hand is. Mevrouw Geluk, kort iets heel kort. Ja, we doen interrupties in twee. Ik ben het over het Mauritshuis, maar het blijft zo. De heer Van Raak heeft ook nog een vraag aan u. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, voorzitter, we horen een eloquent, welbespraakt, kwetsend of niet, betoog over cultuur. Uit de woorden maak je eigenlijk op dat een soort absurdistische cultuurbevriezer is hier aan het woord, de heer Bosma. De vraag die ik eigenlijk heb is, en hij mag dat allemaal zeggen, dat is allemaal prima, dat hoort erbij. Ik ben wel nieuwsgierig naar hoe hij de rol van cultuur ziet in de maatschappijverandering. Want hij schetst een vrij statisch beeld. Er spreekt ook een soort verlangen uit naar vroeger. Maar dat is mijn interpretatie. Dat wil ik niet hem in de woorden in de mond leggen. Uw vraag? Dus hoe kijkt hij in de rol van cultuur in de verandering van de maatschappij? Heer Bosma. Nou ja, met de veranderende maatschappij verandert de cultuur. En het heeft daar invloed op. En het een beïnvloedt het ander. En vice versa. Maar er is nu natuurlijk, want de gewaardeerde collega van de Partij voor de Dieren suggereert dat er een soort organische ontwikkeling aan de gang is, bijvoorbeeld in de musea en in de kunstwereld. Dat is niet zo. Er is een piepkleine groep linkse politiek correcte activisten die overal de macht heeft overgenomen. In de musea, in de kunstwereld, in de kunstsubsidiewereld. Overal zijn dat mensen met extreem linkse ideeën. Het zijn mensen van intersectionaliteit. Het zijn mensen die het altijd hebben over kolonialisme. Het is diversiteit, wat betekent anti-blank racisme. Die mensen zijn daar aan de macht. Het is een hele kleine kliek. Andere mensen hebben daar niets te zeggen. Het is een hele kleine groep met zeer scherp omlijnde
meningen die daar zitten. En die delen de lakens uit. En vandaar dat als je naar het Stedelijk Museum gaat, dat ze dan een tentoonstelling hebben waarin Rara gevierd wordt. Gewoon de terroristen. Diezelfde kunstenaars maken, gaan dingen verbranden die refereren aan de VOC. Dan heb je allerlei Black Lives Matter toestanden daar zo. Okay. Waarom is dat? Is dat omdat er een organische ontwikkeling aan de gang is? Nee, omdat er een kleine linkse kliek politiek correcte activisten daar aan de macht zit. En wij moeten dat betalen. En dat moeten ze een keer stoppen. De heer Van Raan. Ja, voorzitter, ik kijk hier naar mijn interpretatie wederom naar een hele angstige, bange man die niet in staat is om mee te gaan met de verandering. En dat is heel jammer. Dank u wel. Heer Bosma, ja, ik vind het altijd vreemd dat linkse mensen altijd een soort lijntje met God hebben en dan zeggen het is niet meer van deze tijd. De linkse zeggen ook Zwarte Piet is niet meer van deze tijd. Dan vraag je waarom dan niet? En waarom is Ramadan en de islam waar jullie zo'n fan van zijn, en ritueel slachten waar jullie een fan van zijn, waarom is dat wel nog van deze tijd? Dat snap ik niet. Hoe weten linkse mensen altijd dat dingen niet meer van deze tijd zijn? Dat begrijp ik oprecht niet. Maar misschien leer ik het nog, voorzitter. Gaat u verder. Mijn vierde punt, voorzitter, dat zijn de bibliotheken, onze bibliotheken. Die zijn ook gelijk geschakeld. Vroeger waren die er om kennis te verspreiden, nu om te verhinderen dat mensen zelfstandig kennis maken met onze eeuwenoude tradities, bijvoorbeeld als die van Zwarte Piet. Bibliotheekbaas Anton Kok vergelijkt mensen die Zwarte Piet vieren met fascisten. Let wel, wij betalen het salaris van deze burgemeester in oorlogstijd. Een boekverbrander als bibliotheekbaas, wie verzint het? Uiteraard horen we helemaal niets van deze minister. Grappig, Raymond Knops, de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, spreekt zijn geweld eigen uit. Waarom zwijgt de minister hierover? Dat er boeken worden verwijderd uit bibliotheken. Ik denk dat de minister zwijgt, omdat ze het allemaal best vindt, net zoals ze stil is als het VOC-café verdwijnt. De Koninklijke Bibliotheek verklaart zich solidair met Black Lives Matter en deelt mee kritisch te kijken naar de eigen collectie. Een opmaat dus tot boekenverwijderingen op multiculturele basis. Totalitair links heeft de smaak te pakken. Nu zijn Jip en Janneke aan de beurt. Die zijn ook niet meer van deze tijd, vindt de Partij van de Arbeid. En die moeten ook al verdwijnen uit bibliotheken. Voorzitter, het begin is er. Ze hebben de smaak te pakken en we zijn overgeleverd aan de goden. Dank u wel. Dank u wel. Dan...